Voilà, Dave Lotz uit België. Mijn website woofers.be. Als je die surft, dat is wat grappig ook. Als je surft via het netwerk van de dierentuin, dan ligt die website plat. Dus ik kreeg gisteren een paar bemerkingen van Dave, je website is gehackt of je website ligt plat. Dat is gewoon hier echt. Ja, ik weet niet, ik vermoed de pinguïns dat die iets doen, dat dat een geheim woord is, dat die niet gebruikt mag worden, dat zo'n beetje... dus ja, ik denk dat dat... ja, mijn moeder is woofers, is een deel van woofers. Dus pinguïns, ik moet er niks van hebben dus. Dus, wat ik wil betekenen vandaag is, ik wil het hebben over... verzetmethodes in Woekenbergs, wat er out of the box kan, wat er via code snippets kan en ook via plugins. Maar ik vermijd zoveel mogelijk plugins, omdat er out of the box al heel veel mogelijk is. Waar ik het niet over ga hebben, zijn shipping plugins, shipping provider plugins. Als je me vraagt, Dave, heb je dat nodig? Ja, ik denk wel SendCloud, wat heel interessant is. Net hetzelfde als bij betaalproviders. Ja, mensen, consumenten weten welke betaalmethodes ze best willen gebruiken. Klarna is de laatste tijd heel populair achteraf betalen, ook in België trouwens. Dus als je een Nederlandse webshop naar België doet, zeker Klarna activeren. En dat geldt eigenlijk ook voor shipping providers. Dus de meest bekende shipping provider, gooi maar op. Iemand, heet mijn les. SendCloud, PostNL, MyParcel, ja. Dus 80% van mijn klanten gebruiken SendCloud, dus best wel cool. MyParcel is iets kleiner team, ook wel beter benaderbaar, vind ik. Maar moet je opletten, als je een Belgische of Nederlandse webshop hebt, dat zijn twee aparte plugins. Dus moet je wel mee opletten. En natuurlijk, dan kan je bijvoorbeeld een afvalpunt selecteren. Best wel heel cool. In mijn beschrijving stond ook het woord conversie, laat winkelmarkt, moet je er even over hebben. Dus wat eigenlijk, ja, ik wil even de definitie verhalen van een verlaten winkelmarkt. Dat is het aantal mensen dat in je winkelmarktje gaat en dan denkt van, ja, tja, ik ga toch even uitstellen. Ik ga niet door naar de checkout en betalen. Gooi eens een cijfer op wat volgens Hotjar, hier beneden, hebben een enquête gedaan, wat het gemiddelde cijfer is van een shop voor, in percentage voor verlaten winkelmandjes. Gooi maar een cijfer. 64. Ja. Ik heb het ook gisteren. Voilà, goed. Ja. Voor informatie. Dus tussen 60 en 70%. Inderdaad. In 2006 was het nog 60, dus het is gestegen naar 2021. Heeft verschillende oorzaken. Ik denk ook wel dat met de opkomst van de marktplaatsen ook wel iets te doen heeft. Mensen gaan vergelijken. En natuurlijk ook deze mogelijkheden waren er. Dus mensen moeten een account maken. Ja, gastbestelling zou ik zeker niet altijd aanraden. Sommige webshops komen daarmee weg. Bijvoorbeeld Coolblue, Bol.com. Dan moet je een account aanmaken. Natuurlijk, checkout kan ook soms wat complex zijn. WooCommerce geeft standaard, vraagt standaard het telefoonnummer. Is niet altijd nodig, denk ik. Het kan wel als je een dienstproduct aanbiedt, een product waar je achteraf zegt van oké, ik wil wel eens bellen om even te horen van is het gelukt om het te installeren bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld gisteren die taak van GiveWP, die vroegen een telefoonnummer om de reden van om echt die mensen te helpen hun plugin verder te installeren, best wel cool. Dus het kan ook wel een positief zijn. Sorry. Hier staat niet bij gezinskosten. Ja, dat komt er nog aan. Oh, geduld. Ja, kom. Ja, dus maar dat zijn eigenlijk dingen, maar waar we het inderdaad over hebben, is eigenlijk nog de grootste brokjes. Het zijn de kosten die erbij komen in de checkout, dat een klant verrast van, dat had ik niet verwacht. Dat zijn de extra kosten en natuurlijk ook de levertermijn. Ja, dat het ook duidelijk is van hoe lang moet ik nu eigenlijk op een pakje wachten. En mensen tegenwoordig hebben niet altijd evenveel geduld. En dat heeft natuurlijk ook te maken met communicatie. Dus dat je als webshop heel goed communiceert over transparante verzendkosten.
Dit is nu een klant, die heeft zelf die website gebouwd, dus ik ga zeker niet met reclame lopen. Linksboven vind je dan iets heel belangrijk, vanaf wanneer het gratis verzending is, na een bepaald bedrag, naar welke landen. Ook wel heel interessant dat het linksboven staat, net boven het logo, hè, want als je kijkt naar Hotjar statistieken, mensen kijken heel snel naar de linkerbovenhoek, naar het logo, naar de homeknop. En onderaan in de footer vind je dan ook informatie terug over de levertermijn en snelle verzending 1 à 2 werkdagen. Ook op de productpagina natuurlijk, heel belangrijk. Zo dicht mogelijk tegen de koopknop, hier, vind je dat hier terug. En natuurlijk, mobiel mag je niet vergeten. Op mobiel is het niet altijd evident om dat ook nog in de hoofding te stoppen, die teksten. Het zijn meestal lange teksten in het Nederlands. Dus ja, kan je dat gewoon hergebruiken onder dat doen. Ik ben gisteren nog eens gaan kijken naar de conversie, de purchase conversies van mijn klanten. Ja, de meerderheid van de sales komen via mobiel. Dus 60% is wat gemiddelde dat via mobiel komt. Dus ook natuurlijk afhankelijk van webshop B2B is natuurlijk best goed. Een vraag die ik af en toe krijg van mijn klanten is, hoe kan ik nu die content die hier staat bijvoorbeeld toevoegen aan mijn productpagina? In de hoofding en de footer, dat is meestal wel duidelijk, dat doet, kan je via het thema doen. Dus dat kan via drie manieren. Hè? Dus, ofwel doet het thema dat, oftewel kan je even grijpen naar die plugin, Block Injector, ik ga dadelijk even een screenshot laten zien. Of de good old fashioned way met wat hooks. Dus Astra optie, Astra thema, die hebben een kleine module, Dynamic Content noemt dat, waarbij je blokken kunt aanmaken. Het is gewoon een pagina, de titel is niet van belang, het is de inhoud. En die kan je dan koppelen aan een hoek. Dus voor de mensen die even uit de lucht vallen wat een hoek is, hou even nog even geduld. Maar je kan hier dus een blok aanmaken en die kan je dan koppelen aan, in dit geval, Products Meta End. En dat verschijnt dan hieronder op de productpagina. Cadence thema heeft ook zo'n optie en die noemt Elements. Het vorige thema, het vorige voorbeeld dat ik liet zien van Blue Parrot, dat is het thema Shoptimizer van Commerce Kids. Ik ben hier dikwijls achterover geblazen van thema's, maar dat is wel een heel goed WooCommerce thema out of the box waar ook heel veel opties al inzetten, features al inzetten, waardoor je 3-4 plugins bespaart en dat toch nog ook performant is. Dat vind ik wel even te vermelden. Als je thema dat niet doet, en die modules, kan je eventueel grijpen naar het Block Injector plugin. Dat is een plugin van Jamie Marshall van Puddlepress. Dat is die YouTube-man, die Engelsman, grijze baard, ken je misschien wel. Zelfs het principe. Kan je ook blokken aanmaken en koppelen aan de hooks op categoriepagina's of productpagina's. Dus als je eigenlijk heel dat concept begrijpt van zaken toevoegen aan haken, kan je ook heel coole zaken doen om conversies te genereren. Als je een korting geeft op een bepaalde categorie, dan kan je met die oplossing heel makkelijk een banner over al die categorieën laten zien. Dus best wel cool. En natuurlijk heb je ook Google Fashion Code. Dus deze website hebben we dan onderaan, die hebben we dan overgeërfd, dat doe ik ook af en toe wel eens. Buttons hier onderaan toegevoegd, dat is gewoon dit stukje code. Dus wat ik vandaag ook wil meegeven voor de ik zeg altijd semi-developers of de do-it-zelfers, wees niet altijd bang van code, het is makkelijker als je zou denken. Ik heb het woord ChatGPT nog niet dikwijls horen vallen. Op de WordCamp, maar het is best wel een leuke helper. Bijvoorbeeld dit stukje code, dat koppelen aan de hoek. WooCommerce After Single Product Summary, dus wat je daarnet kunt zien, ga je deze functie laten lopen en dan speel je eigenlijk een heleboel HTML in, wat dan wat hieronder staat. Het is ook interessant om het thema te kennen. Dit thema heeft bijvoorbeeld ook Font Awesome Library Style Code. Spuugt die al uit, dus ja, kan je die klasse van FA, FA-check hergebruiken. Dus op die manier is het wel handig. Dit is een hele goede website. Kent iemand die website? Echt? Ja, super.
Business Blueprint van Rodolfo. Die heeft op die website een heleboel visual book guides. Dus het wordt iets concreter als ik de productpagina laat zien van WooCommerce. Die is opgedeeld in verschillende hoeks. Dus hier kan je dingen aanhaken, hier kan je dingen aanhaken. Dus op die manier kan je die code die ik daarnet liet zien, gewoon hergebruiken en daar dingen tussen duwen. Dat is echt wel heel makkelijk. En de productpagina heeft dat, de checkoutpagina heeft dat, de cartpagina heeft dat. Maar we zitten met een maar. We leven nog in een grijs tijdperk als semi-developers of workers-developers. Want ja, de toekomst van hooks, ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Je hebt er in twee facetten. WooCommerce shortcode, bijvoorbeeld wat we allemaal kennen meestal. WooCommerce underscore cart, WooCommerce underscore checkout shortcode, die de kaart in de checkout oproept. Gebruiken de meeste mensen nu, maar je hebt tegenwoordig ook de cart en de checkout blokken van WooCommerce. WooCommerce heeft tegenwoordig heel veel blokken. En die blokken bieden niet altijd hetzelfde aan, hooks bijvoorbeeld, als shortcodes. Dus dan moet je, er zijn bijvoorbeeld payment plugins die standaard zeggen, wij ondersteunen voorlopig nog geen WooCommerce blokken. Dus dan moet je altijd wel heel goed nakijken dat of in je offerte spreken we een keer, we gaan enkel voor de klassieke manier nog de shortcode. Voorlopig blijf ik nog wel bij wat cart en checkout betreft bij de WooCommerce shortcode. En dat blijft ook nog wel even bestaan. Hier ga ik niet te veel over hebben. WooCommerce template versus full site editing. Ook die term heb ik op WordCamp dit jaar nog niet echt heel veel horen vallen. Ik ben wel benieuwd in de groep hier. Wie heeft al betalende projecten gebouwd, niet één of twee of vier pagina's, met full-site editing thema's? Iemand? Met niemand? Geen avonturiers in de groep? Ja. Dus ik denk inderdaad dat het nog heel prematuur is. Heel die situatie van full-site editing. Het komt er wel aan. Het gaat wel natuurlijker worden, denk ik. Maar ik denk inderdaad voor commerciële projecten, zeker voor e-commerce, waar veel afhangt, dat je nog even ja, de kat uit de boom kijkt, zoals we zeggen. Maar ik ga ook verschillende snippets laten zien, dus 9 cases, waar ik echt code laat zien. En onderaan rechts staat dan vermeld of dat die code toepasbaar is, zowel voor shortcodes als voor WooCommerce blokken. Met in de hoofdrol de filter WooCommerce package rates. Dus wat de filter eigenlijk doet is een dataset modifieren, dus een dataset vind ik krijgen, modifieren en terug outputten. En WooCommerce package rate is daar ja, in wat wij hier gaan vertellen wel een handige. Maar even terug back to the basics van oké, wat gaan WooCommerce nu dan out of the box? Je hebt er in 3 facetten. Verzendklassen, verzendzones en verzendmethodes. Dus we beginnen bij de verzendklassen. Dus je kan verschillende verzendklassen aanmaken en dat koppelen op productniveau. Dat is basic WooCommerce. Dan heb je verzendzones. Je kan verschillende zones aanmaken. Dus als je internationaal zendt, kan je dus heel veel zones aanmaken. Dat koppelen met verzendmethodes. Dus WooCommerce heeft out of the box 3 verzendmethodes: de flat rate, local pickup en free shipping. Waar we meer op induiken is dan die flat rate, waar dan uw shipping classes terugkomen die je dan een prijs kunt geven. Dus dat is echt wat de basic van WooCommerce die je echt wel moet doorhebben. En waar je eigenlijk al redelijk veel mee kunt. Oké, dus ik heb 9 cases, heel concreet, praktisch. Ik hoop dat jullie dat al direct kunnen meepakken. Er zitten een paar snippets in die sowieso al wel interessant zijn voor iedereen, denk ik. Case 1, de verzendkost per product in plaats van per bestelling. Bijvoorbeeld deze klant, die verkoopt strandstoelen, enkele strandstoelen, dubbele strandstoelen.
En u wil per stoel 7 euro. Hè, verzendkost. Dus dat kan out of the box al met Woocommerce. Dat is niet altijd geweten. Even kijken. Ja. Ja, het scherm is heel wit. Normaal staat hier een lijntje tussen, in het voetveld. Maar dit is dus een flat rate pagina van een verzendmethode. Waarbij we dus, even kijken, dus drie verschillende verzendklasses hebben. En met die parameter Q, T, Y. Dus dat wil zeggen voor de verzending stoelen, dat we 7 euro gaan rekenen, maal dus het aantal stoelen in de winkelmand. Heel belangrijk, wat ik daarnet ook niet vermeld heb, onderaan de flat rate heb je ook nog een berekeningstype. Dat zijn eigenlijk twee opties. Oftewel laat je alle kosten van de flat rate en van de verzendklasse optellen, tel je op elkaar. Oftewel reken je enkel de hoogste verzendklasse aan. Dat is eigenlijk ook standaard. Hoe zit het in de praktijk eruit? Dus twee strandstoelen in de winkelmand, 2 x 7 is 14 euro. Dus dat zit standaard in Woocommerce. Dus je kan bijvoorbeeld in dit geval, dit staat op de documentatiepagina van Woocommerce. Bijvoorbeeld, je kan een basiskost hebben van 10 euro en dan per stoel of per product 2 euro aanrekenen per aantal in de winkelmand. Natuurlijk moet je altijd wel zien dat het transparant is en meteen duidelijk is voor de consument. Want ja, Woocommerce heeft ook nog een andere optie. Minder bekend, maar dat is de fee. Dus bijvoorbeeld in dit geval, fee percent 10, min fee 4, max fee 10. Dat wil zeggen, 10% gaat die pakken als verzendkost van het totale bedrag van de winkelmand. Maar het mag minimum 4 zijn of maximum 4. Ik zie niet meteen een toepassing. Het is heel moeilijk om te communiceren, maar misschien voor B2B shops is het misschien wel interessant. Dit heb ik ook wel af en toe bij een paar klanten. Dus we hebben gratis verzending vanaf een bepaald bedrag. Dan heb je nog een threshold. Hè? Dus boven de 75, 3 euro, onder de 75, 5 euro. Dus dat kan out of the box, mits een klein stukje code. Bijvoorbeeld in dit geval hebben we 2 flat rates. We noemen die even gemakzuchtig bestelling onder de 75, bestelling boven de 75. Het is wel belangrijk hoe je je verzendmethodes gaat noemen, dadelijk meer. Dus dan heb je dit stukje code, waarbij je gaat grijpen naar die filter, Woocommerce Package Rates. Dus je gaat naar die functie Woocommerce Tire Chipping, je hebt een threshold. Is het subtotaal onder de 75, unset, die flat rate, dus unset wil zeggen, ja, die mag je niet meer tonen in de checkout, flat rate 10. Of unset flat rate 4. Dat cijfertje achter die flat rate, dat is de verzendmethode ID. Dus om dat echt duidelijk te maken, als je naar de checkout gaat en dan naar je broncode gaat kijken, dus bij rechter muisknop, inspect element, vind je daar rechtsboven bijvoorbeeld de flat rate methode. Dus dit stukje code, dat wou ik nu starten, dat meteen aangeeft van oké, wat die package rates kan doen. Je kan zetten, je kan dan zetten en je kan op welk natuurlijk ook zaken gaan forceren. Je hebt ook plugins. Zoals ik zei, ik probeer niet te veel plugins te doen, maar voor deze verzendmethode heb ik deze plugin gebruikt. Dus dat werkt dan zo. Je voegt een nieuwe shipping methode toe. Kan je zo'n prijsregels aanmaken. Dan moet je soms wel de prijs exclusief btw ingeven, wat ook niet altijd handig is. Dus dat is de Flexible Shipping plugin. Deze is ook wel populair, de Woocommerce Advanced Free Shipping. Ik heb hem nog nooit gebruikt, maar is wel heel populair en hij is van Nederlandse makelij. Dat is ook wel interessant richting support, vind ik soms, dat je eens gewoon kunt labelen in het Nederlands. Case 3, dat is ook wel een leuke. Gratis verzending toewijzen aan een bepaald product. Heel veel mensen grijpen dan meteen van Marcole, van oh geniaal, ik weet wel hoe dat moet.
Met out of the box is dat ook mogelijk. Eigenlijk heel simpel. Je maakt de verzendklasse aan en in de flat rate geef dat gewoon 0 euro. Dus daar zie ik soms ook wel zaken die. Want dat, je hebt daar twee facetten. De developers grijpen heel snel naar code en de woodsellers grijpen heel snel naar een plugin. Maar out of the box zijn zulke zaken wel makkelijker dan je denkt. Als je gratis verzending doet, laat het altijd opvallen. En bijvoorbeeld dit product heeft die bepaalde verzendklasse. Dus dan voeg je onderaan, aan de net onder de button, toe, actie. Nu gratis verzending op dit product. Dat is een beetje, je moet mensen al warm maken, eigenlijk al vooraleer dat ze naar de kaart gaan, dat ze niet twijfelen aan de aankoop. En dat is eigenlijk ook makkelijker dan je denkt. Dat is deze hoek. Als je dan terugdenkt aan de Business Bloomer website en de Visual Hook Guide, ben je hier opzoeken. Dus je gaat inhaken op die functie, je gaat productdata ophalen, je gaat kijken welke verzendklassen er zijn. Er kunnen meerdere verzendklassen zijn. Als een van die verzendklassen, in dit geval B-shipping, gratis, ja, dan wordt die HTML uitgespuwd. En hier kan je ook weer klassen gaan hergebruiken. Ik heb hier WooCommerce-info hergebruikt. Dat betekent dat je eigenlijk ook die opmaak gewoon aan meekrijgt van WooCommerce zelf. Case 4, dat is de klassieke, voor mensen die al veel met WooCommerce gewerkt hebben. WooCommerce toont altijd alle verzendmethodes in de cart en checkout. Dus ook al is gratis verzending beschikbaar. Bijvoorbeeld dit geval, 400 euro in de winkelmand, maar flat rate is nog altijd zichtbaar, 10 euro. Local pick-up en free shipping. Dus dat doet een consument heel hard twijfelen. Die vraagt zich af, wat doet die 10 euro extra mee? En die twijfel wil je natuurlijk niet in je checkout en in je kaart. Dus idealiter zou het er dan zo moeten uitzien. En WooCommerce heeft waarschijnlijk die vraag al 10.000 keer gekregen. Dus ze hebben er ook een documentatiepagina over aangemaakt. En dan vind je eigenlijk deze code. Dus die gebruiken we ook redelijk standaard. Deze code gaat dus ook die WooCommerce package rates opvangen. Je gaat dan kijken, oké, is free shipping available? Vlam, dan gaan we die een beetje pushen. En deze code houdt nog geen rekening met local pickup. Ja, dus deze code gaat dan local pickup hier ook mee in rekening houden. Laat gratis verzending opvallen in cart, checkout. Dus beeld je in, we hebben die code die ik net heb laten zien, toegevoegd. Wat al super is, hè? Minder twijfel bij de klant. Maar dan krijg je dus dit free shipping local pickup. Maar ja, gratis is het magisch woord in een shop. Mijn klanten hebben dat graag. Iets gratis krijgen. Dat valt hier eigenlijk minder op. Dus idealiter zou zijn dat je dit doet. Dat je een labeltje toevoegt, gratis ernaast. Of nog beter, hè, je maakt het hoofdletters, dan een emoji erbij. Dat het wat plezanter maken. En dat kan eigenlijk met 7 regeltjes. Dat is deze filter. Kan je gewoon kopiëren, gebruiken. Je moet een beetje stijlcode toevoegen. Wat dingen in groen zetten en zo verder uitlijnen. Float, right en color, green. En dat is alles. Dus we gaan infiltreren op die filter. Als de verzendkost 0 is, dan moet ik die HTML op dat label zetten. Wat je hier dikwijls ziet, als je hier naar oplossingen gaat googlen, vind je soms oplossingen terug die gaan kijken, ja, als er gratis verzending beschikbaar is, ja, dan gaan we dat labeltje tonen. Maar ik hou het gewoon simpel. Hè. Als het 0 euro is, verzendkost, is het gratis. En afval is ook gratis, wat ook een pluspunt kan zijn voor een shop. Ga ik dadelijk wel zien. Een super tip tussendoor. Content gewijs. Schrijf altijd, de benaming van je verzendmethode is heel belangrijk. Dus schrijf altijd vanuit het standpunt van de koper, overtuigend positief. Ik ga natuurlijk eens pieken bij de grote spelers. Coolblue, Bol, Booking vooral. Dus daar hebben ze echt een jobfunctie. Het verrast me nog elke dag. Micro-copywriting. Dus een dagtaak, de mensen die teksten schrijven voor buttons. Bestaat echt. En daar vind je wel heel veel inspiratie. Want die mensen hebben de data. Die hebben genoeg
trafiek, genoeg conversies. En daar kan je wel dingen uithalen. De startende webshop heeft die data niet. Dus kan je dat doen. Wat dikwijls zie, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, verzending aan huis. Maar een webshop gaat verzenden, een klant gaat niet verzenden. Verzendkosten, prijs, bedrag, dat zijn woorden die een klant niet echt wil horen. Gewoon levering aan huis, snel te zorgen aan huis. Het is heel interessant als je iets bestelt op Coolblue, dat je ook eens je screencast doet, dat je de opname doet van je checkout. Maar trouwens rustig bekijkt van oké, wat ik nu onbewust dat me overtuigd heeft, toch eens bekijken van op uw gemak van oké, wat kan ik even toepassen op de shop van mijn klant of op mijn eigen shop. Dit is een boek dat ik even wil aanraden. Het is niet meer in fysieke vorm beschikbaar, maar het zijn webteksten die werken. Het zijn heel concrete boeken van Els Aert en Karel Gilles. Twee Belgen die heel populair zijn in conversieland. En die halen dat ook aan. Oké, ik ga even verder. Speed moet erachter zetten. Nooit gratis op basis van verzendklassen. Bijvoorbeeld, je hebt een product. Mag nooit gratis verzend worden. Dat is eigenlijk ook heel makkelijk. Terug die filter. Je hebt je verzendklasse ID. Bijvoorbeeld ga je in kool zetten. 15 euro. Je hebt een parameter in-cart false. Dus je gaat doorheen je shoppingcart. En je gaat als die verzendklasse voorkomt, ga je in true zetten. En ga je dan hier je free shipping unzetten. Ja, dus ik hoop dat je de logica begint te snappen van al die code, dat makkelijker is dan je denkt. Hoe raak je aan die verzend, klasse ID? Dat is enkel in de backend van WooCommerce zelf. Dus je gaat naar je verzendklasse gaan, inspect element en dan vind je dat hier. Deze is ook wel een leuke, enkel afval forceren op basis van de productcategorie. Dat hebben we toegepast bij deze klant. Die verkoopt pallets in zakken, maar dan op pallet. Dus pallets op pallet, moeilijke woordcombinatie, maar oké. Weegt in totaal 975 kilo, dus er staan niet veel verzendbedrijven naar goed springen. Laat staan of klanten ervoor willen betalen. Dus ja, enkel afval is mogelijk voor dit product. En natuurlijk, in deze tijden van energiecrisis, is dat product heel veel gekocht. Het is niet dat een product niet verzendbaar is, dat je het niet op je webshop kunt zetten. Dat is de boodschap die ik even wil meegeven. Enkel afval forceren is zeker ook interessant. Ja. Dus dat is ook te doen met deze plugin. Die gaan we checken op categorie. Dus enkel afval, ook showroom. Die verkopen ook showroom modellen van Haarde. Kan je ook doorlopen en dan uiteindelijk bepaalde procentmethodes laten zien. Ook een klassieker. Bestel nog voor zoveel om gratis verzending te ontvangen. Sommige thema's bieden dat ook out of the box aan. Vooral in dit geval. Ja, dit stukje custom code. Op zich ook niet zo heel moeilijk. Binnen een maand 150 kan je ook de winkelmand ophalen. In dit geval moet je ook nog rekening houden met enkel afval. En als je enkel afval aanbiedt, moet je ook weer rekening houden dat je die bender niet laat zien, want ja, verzending is het niet. Dit is een van de laatste zaken die we gedaan hebben voor een webshop. Verzending naar meerdere adressen en landen. Dus dat kan je uiteraard niet standaard in WooCommerce. Dan kan je maar één verzendadres toevoegen. Het gaat hier om een B2B webshop of B2C die bedrijfsgeschenken verkoopt. Dus een bedrijf gaat er bijvoorbeeld 30 pakketten bedrijfsgeschenken en wil dat versturen naar uiteraard 30 mensen. Hoe kan je dat doen? Op zich makkelijker zou denken, moet het niet te ver gaan zoeken. Dit is de checkout. Dus we hebben ingehaakt op de winkelmand. We hebben daar, HTML ingeduwd en we hebben een verzendservice product aangemaakt. Dus een nieuw WooCommerce product, maar dan een variabel product. Waarbij elke variatie een land is. Oké? Dus als je naar die productpagina gaat kijken, zie je bijvoorbeeld Frankrijk,
6 euro, Duitsland 8 euro enzovoort. Zo kan een persoon, een klant, dan zijn eigen landen selecteren. En eventueel via een product add-on plugin kan je daar een velden toevoegen waarbij klanten een Excel kunnen opladen van adressen of een text area veld tonen om adressen te plakken. En dan kan je eventueel ook nog testen op doen om te checken, hey, je hebt 20 producten in een winkelmand zitten, maar 3 verzendservice producten, ja, dat komt niet overeen. 20 is niet gelijk aan 3, dus kan je daar controle op doen. En dat is ook op zich niet zo heel veel code. Dus we gaan ook inhaken op WooCommerce After Cart Table, wat je dan ook terugvindt op die Visual Guide, waardoor je doorheen de kaart gaat. Dus we gaan eerst kijken, was het ID uiteraard van het verzendservice product. We hebben een product count, dus hoeveel producten zitten er in het winkelmandje dat geen verzendservice product is. En hoeveel verzendservice producten zitten erin. Dus daar kunnen we al een check op doen. En dan, als dat verschilt, kunnen we deze HTML outputten. Hebben we meer dan één gewoon standaard product in de winkelmand zitten, ja, dan moeten we een ander vendor ook laten zien. Is er maar één product in de winkelmand, ja, dan moeten we die vendor uiteraard niet laten zien. Dus er is heel veel mogelijk met WooCommerce, met verzendmethodes. En ik wil zeker ook nog die website Business Bloomberg in de picture zetten. Ze hebben ook een abonnement waar je toegang krijgt op een Slack account. Er zit niet zo heel veel volk op die Slack account, voor semi-developers of developers. Maar als je daar vragen aan hebt, Rodolfo, de eigenaar van Business Bloomberg, is heel responsief. En als hij het een goed idee vindt, maakt hij er ook wel een snippet over. Dus om de week, om de 2 weken, publiceert hij een gratis nieuwsbrief trouwens, waarin hij een nieuwe snippet toont. Dus heel veel voorbeelden, heel veel ideeën, inspiratie vind je terug op die website. Op mijn website hoefers.be, die niet bereikbaar is hier in de zoom, heb ik een pagina waar ik alle linkjes leg naar development-achtige pagina's over WooCommerce. Mag je gerust kopiëren of bookmarken. Ik vul die ook regelmatig aan. Want het is altijd wel een doolhof om te zoeken in de documentatie van WooCommerce. Zeker in deze grijze periode, waarbij we blokken hebben, shortcodes hebben. Dus dat hou ik ook bij op die pagina. Voilà, en ik zit net binnen de tijd. Dank je wel. Oké, bedankt voor je aandacht.